Over celibataar leven gaat over veel meer dan simpelweg geen seks meer hebben. En dit is van ja. Linda Meijden, redacteur. Zij is zelf al een x-aantal jaren single en heeft dus een x-aantal jaren geen seks. En de cijfers... En nou, dit dat is, is en niet dit logisch is, met elkaar. Nee, maar dit is waar Evelien dus zich zorgen, zorgen over maakt. Is dat terecht of niet? Ja. De cijfers liggen er niet om, staat er, want steeds meer mensen, met name vrouwen, kiezen voor het celibaat. Een term die in de kerk gebruikt wordt om iemand aan te duiden die bewust ongehuwd blijft. Anno 2024 betekent dus voornamelijk dat mensen zich bewust onthouden van seks. Singles, hè, eigenlijk hebben we het over. Ja. ja. En, is... en sexual compatibility, ik weet het in het Nederlands even niet, dat is niet het resultaat van one night stands. Sexual compatibility krijg je, dat is het resultaat van liefde, begrip. Een oefening. En dus is het niet raar dat heel veel vrouwen niet klaarkomen bij casual seks. Het CDBA, nee. dat mannen zeg maar uh, nofap doen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Of uh, men go their own way, wat bijvoorbeeld een rapfilmer... Daar hoor ik ze niet over in de nieuws, hoor. Als de man dat doet, hoor ik niet op. Nu zijn vrouwen die het doen, oh, er is opeens iets aan de hand. Oh. Dus en is... onderzoek laat ook nog eens zien dat hoe meer seks jij hebt voor het huwelijk... Dus Hop, 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 Hoppend, ja, vooral. Dat jouw kans, dat je relatie strand groter is en dat je vreemdheid groter is. Omdat je het. Kijk, het pat patronen zijn hardnekkig. Mm. Dus als je patronen hebt van vaker um, veel en met verschillende, dan blijf je dat patroon houden. En als je er van af wil, moet je echt moeite doen. Het lukt, maar dan moet je je daar je focus op leggen. Ja. Steeds meer jonge vrouwen kiezen voor een periode van celibaat leven. Waarom? Wat levert het op? Is het goed of is het schadelijk? En waar komt het celibaat vandaan? En wat zijn de grootste leugens als het gaat om seks en relaties? Nou, dit en nog heel veel meer in deze nieuwe aflevering van Just To Match Talk, jouw platform als het gaat om liefde, matchmaking en coaching. Ja, we gaan je eigenlijk teleurstellen en tegelijkertijd bevrijden. ja. ja. Dat is een mooie. Aanleiding was inderdaad een item in uh, RTL Boulevard waar seksoloog Eveline Stalart zich uitsprak over deze hype, want zij vindt het zorgelijk. Maar is dat terecht? We gaan erachter achter komen in deze aflevering, dus ik zou zeggen: blijf kijken en luisteren. Nou, hallo lieve kijker en luisteraar en welkom mm. Mabel en Jeremy. We gaan duiken in de wereld van Leven zonder seks. Ja, dat is in deze tijd een uh, gekke uitspraak eh, volgens mij. Allocht want... idee. <laughs> <laughs> ik stop de video maar. Dus ja, want uh, seks verkoopt toch? Dus hoe doen we dat? Blijf <laughs> ja. erbij, blijf erbij. Want wie weet, krijg je nog leuke insights over uh, hoe het allemaal beter kan. Nou, uh, ik was onlangs op LinkedIn in gesprek geraakt over seks. En Tantra coach, energiecoach. Okay. En Um, in deze video, lieve kijker en luisteraar, ga ik jullie vier leugens meegeven die de maatschappij ons heeft opgelegd. Ik wil doen geloven. Maar allereerst, voordat we gaan naar de artikelen van Linda en Chantal, et cetera, wat is celibaat leven en waar komt het vandaan? Nou ja, eigenlijk weten we het niet allemaal, zit ik me net te nee. denken. Want heel <laughs> veel mensen denken: celibaat, celibat, celibat what the heck wat de hek is dat? Wat betekent het eigenlijk? Wat betekent ja, het eigenlijk? hebben we dat eigenlijk uitgelegd? Het celibaat is een verplichting. En dat is tegenwoordig een raar woord, hè? Celibaat. Dus heel, leg het toch maar even uit. Heel raar woord oh, inderdaad. Het. Celibaat. Een korte geschiedenis voor uh, degene die van geschiedenis houden. Hou je niet van geschiedenis, wil je niet weten waar het vandaan komt, scroll dan lekker door. Maar wil je weten waar het vandaan komt, let dan op. Het celibaat is een verplichting tot seksuele onthouding en ongehuwelijk blijven voor de geestelijke in de Rooms katholieke kerk. Het is een pauselijke regel. En de gedachte achter het celibaat was dat de geestelijkheid zich niet op het aardse en lichamelijke seks moest richten, maar op het hemelse, geestelijke niveau van God en het hogere. De vraag is alleen, is dit wat God wil? Was dit Gods gezond, bedoeling? En is dit gezond? Is dit gezond, inderdaad. Overigens is het celibaat niet een typische levensregel van het katholieke christendom, ook andere religies en samenlevingen. Komt dit voor uh, de oudste voorbeelden zijn van de eunuchs. Ja, de eunuchs, dus de mannen in haren harems die gecastreerd zijn. Ja, want die konden dan geen kwaad bij de vrouwen waar ze op moesten letten. Ja, ook het Romeinse Rijk, daar kennen we de Vestaals en maagden die mm -hmm. celibetair moesten leven, monniken boeddhisme. Kortom, het is niet alleen in de katholieke kerk, het is een heel oud verschijnsel wat uh, bij mensen ronddwaalt. Maar volgens mij ook een beetje in het licht van um, hoe kan ik het een beetje inperken? In die, want in die tijd was er ook veel um, niet celibatair, zeg maar. Ja, ja. Maar er zijn twee extremen ontstaan ja. bij de mens, bij de val van de mens. Mm -hmm. um, namelijk van hoe het is bedoeld. En daar zijn we van afgeweken, links en rechts. Hoe het is bedoeld is. Gaat heen en vermenigvuldig jezelf. Dus ga trouwen, mannetje, vrouwtje trouwen, ga kinderen maken. Kort gezegd, dat ja, was de zodat missie. we blijven voortbestaan. Zodat we blijven voortbestaan, maar ook zodat je gezond blijft, liefde ja. ontvangt, et cetera. Maar met de val van de mens zijn we twee kanten opgegaan. Namelijk, enerzijds de losbandigheid van het polygame leven, polyamorie, etc. Ja, precies. Ja, andere kant het celibaat. Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Ja. En beide is niet, zoals God het heeft bedoeld. Beide is altijd duidelijk, hoe extremer, hoe ingewikkelder. Juist. En beide laten zien dat er hele schadelijke gevolgen van zijn. Gaan we zo, uh, gaan we zo op komen. Um, als je nogmaals in de geschiedenis duikt van het katholicisme, inderdaad. Mm -hmm. die, die mannen mochten niet, hu niet huwen en moesten zich onthouden van seksuele handelingen. Um, sterker nog, als ze dat wel deden, dan kregen ze straf. Maar vanaf de Renaissance kwam er een, een draai in de beweging. Het protestantisme kwam op. En daar zie je inderdaad dat zowel Luther als Karel de V. echt niks moesten hebben van het celibaat. En ook de protestantse predikanten, die deden ook niet aan celibaat. En het is ja nog steeds zo dat ja. heden ten dagen ja. nog steeds. In de, wel? in de katholieke kerk um, nog steeds priesters hiervoor kiezen. Om zich helemaal aan God te wijden. Hè? Dat is de eerste gedachte dan daar. Ja, ja. De instelling van het celibaat was overigens weinig effectief, schrijft de site, oh. van... Halverwege de 16e eeuw hadden namelijk veel bischoppen en pauzen vrijlijke relaties met vrouwen. En dit leidde regelmatig tot buitenechtelijke kinderen. Ja, ja. dus het, het, ze hielden het eigenlijk niet vol. Nee. En daarom zie je dus ook dat het celibaat, daar verklappen we het eigenlijk al, is een menselijke uitvinding. Het staat nergens in de Bijbel. En het loopt ook niet echt gelijk met de natuurlijke behoeften van de mens. Exact, exact. Nogmaals, wij worden als mens het meest gelukkig als we binnen die monogame duurzame relatie zitten. Ja, want de vraag is eigenlijk: oké, okay, als we dan niet naar het celibaat gaan en ook niet naar uh, de losbandigheid. De losbandigheid, waar zitten we dan het liefst wat betreft uh, gezonde relaties? Hè? Ja. Ja, kijk, in het Nieuwe Testament kwam uh, Jezus een nieuwe stroming brengen. Het was de eigenlijke seksuele revolutie die toen begon. Okay. Want je moet je voorstellen, nogmaals, we komen uit een losbandig polygaam verleden. Ja, dat is ook raar dat dat als start is. Hè? Ja, nou, de start was eerst goed, maar toen ging het heel snel okay. niet goed. En dat is, heeft duizenden jaren geduurd met alle volken van dien. En toen kwam Jezus. En die heeft eigenlijk de mens weer teruggebracht naar in den beginnen. Zoals het was. En dat hebben we met elkaar 2000 jaar volgehouden. En nu zijn we weer uh, van God los. En nu zijn we inderdaad van God los sinds de jaren 60 en 70. En zie hier, waar zijn we Ja, Die uitdrukking ken ik dan wel. Beland, ja. inderdaad. Terwijl als je leest en kijkt naar nogmaals. Kijk, de, de uitvinder weet altijd het beste hoe zijn uitvinder wer, uitvinding werkt. Dus... Hij God, God wist van: hé, hey, dit is goed voor de mensen, hier worden ze blij van, hier worden ze gelukkig van. Hij heeft ook gezegd: als je voor elkaar hebt gekozen, ga elkaar de seks niet onthouden. Nee, dus het, Tenzij dat... het gezamenlijk afgesproken is. Nou, ik ben benieuwd dat we al gaan ontdekken in hoeverre dat uh, gezond is. Ja, want... of een gezonde uitdaging is, laat ik ja. het zo zeggen. zeg je wel wat, dat uh, onthouden van. Want. Uh... Misschien kunnen we daar wel een vervolg op maken, want ik had toch een video doorgestuurd van de zogenaamde Woman School. Ja. En dan, uh, dat is wel een controversiële titel natuurlijk, maar het werkt. Maar daarin zegt ze dus ook eens van als je een man vreemd gaat, wie is dan eigenlijk het fout? Want de, de grap is altijd van, oh, als de man vreemd gaat, is het de mans uh, schuld, gaat de vrouw vreemd, het is nog steeds de mans schuld, want de vrouw komt niet aan haar behoeften die de man niet geeft. Mm -hmm. um, maar ik heb hier ook wel een paar. Uh, er zijn ook wel een paar studies die aantonen dat, uh, dat mannen in de regel ook iets meer, in de, in de oude studies in ieder geval, meer van seks genieten dan, dan vrouwen. Genieten, dus niet vaker, maar, maar vaker, meer genieten. Ja, maar ze, ze willen het vaker, ze mm -hmm. doen het vaker en er zit iets meer, minder in... Uh, het is meer een soort van release, laat ik het maar zo ja. zeggen. En, um, dus dan is eigenlijk de vraag, is van, als heel veel mannen dus vreemd gaan, is het een kwestie van woorden, inderdaad gewoon. Verleid constant of is het ook echt een vorm van het woord onthouden en daardoor laat ik me misschien meer verleiden? Het is en, en, en. Ja, en het, is, het is sowieso. En. Ze zijn ergens bang voor wat ze niet durven uitspreken. Dat heeft Niels trouwens ook gezegd in een vorige video. Mm -hmm. Mannen zijn bang om dingen uit te spreken. Nou, daardoor ik... maakt dat ze geen seks hebben, minder seks hebben met hun partner. Dan komt er een verleidster komt langs. He, die komt zich aanbieden en dan is het makkelijker te overstappen. Ik vind het wel makkelijk om te zeggen, steeds maar van dat mannen. Ik geloof echt wel dat het een groot deel gewoon niks zegt. Want in, ik denk nog steeds in de regel. Het gros van mannen houdt heel veel binnen, denk ja. ik. Mm -hmm. Tegelijkertijd is er wel heel erg vanuit mainstream wel gezegd. of vanuit psychologen gezegd. Van, vanuit een bepaalde invalshoek, in ieder geval gezegd. dat mannen zich meer open moeten stellen. En wat ik me dan weer afvraag is van wat. Als mannen het dus wel zeggen, maar de vrouw heeft nog dan? steeds geen zin, wat dan? Nee, wat dan? Ja, wat dan? Maar moet je aan, het zelf want doen? statistisch gezien gaan mannen nog steeds gaan liever vreemd... om dan toch maar aan een trekker te komen. Want ze gaan de, de meeste vrouwen initiëren een scheiding, niet de mannen. Dus ik weet niet hoeveel het allemaal is, hè, want dat maakt wel uit. Zou je voor mm -hmm. dat, dat nieuw die aanname niet goed is? Want ik, zal, ik weet niet waar het op gebaseerd is. Maar er wordt een aanname tot nu toe gemaakt, dus dat mannen het allemaal niet zeggen... Maar als je vraagt aan mannen van, als een man het dus wel zouden aangeven van ja, ik mis het gewoon van vroeger, dan is het al aangegeven. En het antwoord is ja, maar ik ben ook druk en ja, en ik kom ook van werk. Dan wordt het dus onthouden. En dan is het wel dus de vraag. Dat is maakt best wel, wel maar... een romantisch Want het is of mannen spreken zich niet uit en dan los je het niet op, of het wordt niet uitgesproken. of het wordt wel uitgesproken, maar omdat de vrouw perspectief meer leidt, dan maar het, maar het is, is natuurlijk ook zo: uh, de man wil misschien seks en de vrouw wil verbinding. Dus als, als je seks wil, maar er is geen verbinding, ja, dan heb je het ook zo Je krijgt allemaal wat je wil. Nou, nee, want puur vandaag. Ja, fysiek, kijk, fysiek. Tuurlijk zou ik wel zeggen van als, als man zijn, van doe er effort in, want dan maak je het ook leuk ik voor elkaar. Ik zeggen. Maar <laughs> ja. het, er is ook, je kan het ook op een bepaalde manier zien van als een man ook gewoon heel even wil releasen, ja. is het een hele makkelijke oplossing als vrouw. Ja. Want je bent Mannen. Oh, Mannen zijn, we hebben geen half uur nodig <laughs> of zo, hè? Weet je, nee, maar even in je achteraf. Nee, maar even, ik maak, ik maak het is een beetje grappig. Ja, maar, te zeggen, maar dan zeg is ik dat. Ik ga het lekker zelf doen. Weet je, nee, maar dat, 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 dat kan ook. De, maar dat gaat kijk. er dus een beetje om. Omdat er is natuurlijk heel veel kritiek op. Nee, uh, je moet wel erkennen, uh, je moet wel een biologisch fenomeen erkennen. Als, als nee, dat zo kijk, is. Nee, maar kijk, voor mannen is het een release. En wij hebben het al vaak gezegd, maar vrouwen, het feit dat je het al doet, komt er al die oxytocine ja. los. Dus ja. anders ga je ook niet zeggen van. Wees een beetje in, over dit onderwerp. Wees meer terughoudend. Want je, want je maakt die verbinding veel sneller. We ja. straks op. Ja. Nogmaals, waar het om gaat is dat. Nou, het wordt toch een, een leuke uitzending, denk ja, ik. Ja, <laughs> wordt hartstikke leuk. Nee, luister. Wij hebben het beste met de mensen voor. Dat o, kan je niet van nee, andere zeggen. Nee nee nee, 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 nee. Daar heb je helemaal gelijk. Wij in. hebben. Dat kan je niet van iedereen zeggen. Ja, dat okay. is wel onze doelstelling. Kijk, of je daarop aansluiten is twee. Maar, dat is iets anders, inderdaad. Ja. Maar wat wij willen is mensen bij elkaar brengen. Mensen op het juiste spoor brengen. Want nogmaals, nou, ja. de, het oorspronkelijke plan voor de mens telt nog steeds. Trouwen en kinderen krijgen. Dat voor was veel, toen zo wel, en steeds. dat is nog steeds zo. Al was het maar voor het behoud van de mens. Van de mensheid, ja. Maar in dat huwelijk, in die relatie, in het heilige huwelijk, uh, nogmaals moet je als man en vrouw bewust zijn. Van de rol van seks binnen die relatie. Ja. Straks komen we op het feit van: heb je seks nodig om gelukkig te zijn? Daar komen we straks op. Hoe dan ook. De Bijbel is heel expliciet als het gaat om met wie je wel en niet seks mag hebben. En de voornamelijkste reden om niet met jan en allemaal hmm. seks te hebben is vanwege de gezondheid, gezondheid. van de mens, van nou, het individu. Hebben, ja, we hebben het laatst ook al heel veel over SOAS en zo gehad. Ja. Dus daar moet je daar even naar kijken. Ja. Dus. Dit probleem uh, van celiba celibaat zijn, dat was er vroeger niet. Want mensen gingen trouwen, mensen kregen kinderen. En dat was... Ze de... gingen denk ik ook wel een beetje vreemd. Tuurlijk, dat hoorden erbij. er zijn er heel veel buitenechtelijke kinderen natuurlijk. Nou, nee. Bastards. Nee, dat is, dat is nu in het kwadraat. Dat was toen zo, maar het is nu nog meer. Dat is uh, uh -huh. wat de cijfers laten zien in okay. ieder geval. Heb je er bronnen van dan? Ja, ja, ik heb... Nou ja, ik heb hier het boek van uh, Louis laat ik, laat ik het zo zeggen. Er is één reden waarom ik zou zeggen waarom het allemaal veel erger is dan nu. Het is simpelweg omdat we nu geglobaliseerd zijn. Ja. Dus per default is er al veel meer keuze en veel meer optie. Er is nu ja, veel meer je ging niet uh, je, je landen uit. die heel veel reis, Mensen reizen nu veel meer ja? dan zoveel jaar terug. Want je mm -hmm. bent nu met een vliegtuig binnen een paar uur ben je aan de andere kant van de wereld. Dus ik denk met... Ik, ik wil niet per se zeggen met maar logisch nadenken, maar het lijkt mij vrij logisch. Is dat, zeg mm -hmm. maar, dus al per definitie. Ja, alles meer kan. Is, en alles is omdat bereikbaar. alles gewoon nu veel toegankelijker, bereikbaarder is. En het wordt nog. Je hebt het letterlijk op je, op je scherm constant. Nu, nu al helemaal. ja. Vroeger niet. Vroeger nee. moest je er nog op uitgaan. Van wil ik dan met een. Uh, met een uh, Iemand. Zoiets, hoe heet dat nou? Die uh, dat verhaal, Bijbelverhaal met Jozef, met een van zijn broers, die dan uh, whatever. Maar je moest in ieder geval actie ondernemen ja. om iets te doen. En nu kan je het in principe op je telefoon. En, uh... ja. Dus 2000 jaar geleden, je had Jezus en zijn discipelen kwamen uitleggen hoe het huwelijk eigenlijk hoort te zijn. Dat je elkaar hoort lief te hebben. Dat je mag genieten van de seks binnen dat huwelijk. Want dan kan je gewoon daar op thriven, want dat is gezond voor je. En seks is dus als het ware de kerst op de taart. En hoewel seks in de eerste instantie gemaakt is, bedoeld is om kinderen te krijgen, heeft, is het ook zodanig gemaakt dat je ervan kan genieten. Dat is die kerst op de taart, dat is die bonus. Ja, maar als het, want als het pijn zou doen, continu, dat dan is... lijkt me dat de voortplanting ook in exact. Gevaar komt. Exact. Dus daar is over nagedacht. Hè? Ja, regio. maar dan is het wel grappig, want dat is een filosofisch debat dan eigenlijk, is van, of een discussie want... Alleen, kijk, er wordt nu een kleed gemaakt omdat het goed voelt. Daar mag je het ook noemen voor pleasure. Maar jij zegt eigenlijk nu van, ja, maar het voelt goed... is omdat er anders niet wordt voortgeplant. Het is net een klein nuanceverschil. Ja, maar, maar ik denk je, wel dat je het je zo zegt, is. Als je zegt, meer zal zien als het wel... en dit is even gewoon off the topic, ja. maar... als je het echt zal zien van, het is een, een, een manier om, een, om het voort te planten... dan is het niet per se, dan gaat het niet om de pleasure... maar het gaat erom dat je je, je, geslacht, je, je naastgeslacht zeg maar, voortzet. Nee, maar dat geeft dus aan... Hoe groot onze schepper is die daarover heeft nagedacht. Ach, en dat we dubbel is. En dat is nou, dus... maar dat, de grap Ja, maar is dat van, maakt van, het maar, ook nee, maar, dan ingewikkeld. Maar daarom als je het heel erg zwart-wit zet in het perspectief. Dus je kan vanuit één, kan je zeggen vanuit een ev evolutionair ja, of gewoon whatever... Voorplanting, natuur. Voor planting, natuur. Aan de andere kant van het spek kan je heel erg zeggen voor pleasure. Dat is zeg maar wat er nu gaande en is. En dat is fast forward naar de seksuele re revolutie. Want ja, dat is dan, seks dan haal je eigenlijk niet. één element eruit en dat vergroot je dan. Want ja. seks is nu losgekoppeld van liefde, verbinding huwelijk en voortplanting. En wat zijn de gevolgen? Scheidingen, abortussen, zoa's, al dan niet met de doden Ja, En afloop, hoe kan dat nou zo gescheiden vader, zijn? Hè? Hm? Hoe kan het nou zo gescheiden zijn dan? En dat het zo los. Eigenlijk is het, was het eerst één cohesie, één logische uh, cohesie. En nu gaan al die dingen afbrokkelen. Ja, misschien heeft het altijd al gedaan. Maar ik, het, ik kijk nu mijn ogen uit hoe, hoe mensen met elkaar ja, het wordt omgaan. Nu meer, het wordt nu meer gepromoot. Het is nu zichtbaarder, omdat we ja. al vooral dus bereik hebben. Ja. En het ding is, denk ik ook, is dat door al die nieuwe technologieën hebben we ook. Je, hebt, je hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen. Dus vroeger, dat wordt ook wel revolutionair ja. psychologie gezegd, dus van een vrouw selecteerde een man ook op haar, op zijn bescherming, ja. zeg maar in zijn sociale invloed, op het gebied van dat hij, dat zij beschermd kan worden. Dus het hele idee is nu, en dat is waarom, dus de, de birth control eigenlijk zo'n zo revolutie was in dat opzicht, omdat, wat ik in ieder geval van al die mensen hoor, maar ik ben het er mee eens, dus ik kan mm -hmm. het wel een beetje uh, recquoten, is van. De van, het verantwoordelijkheid van dat er potentieel kind uitkomt is weggevallen. Ja, door... Uh, be, ge, ja. En voorheen was middelen. dat niet. Dus, nee, dus je moest als vrouw wel meer oppassen En wat je nu meer het effect ga, gaat zien eigenlijk... is dat dus vroeger... En ik weet niet of dat hier een beetje mee te maken heeft... maar vroeger ging, kreeg je ook veel jonger kinderen. Wat veel meer... Vi ook vitaler, je bent vitaler zelf. Oh, hoofd, of qua leeftijd, en ja, ja, ja. Kinderen. En nu nemen heel veel vrouwen veel later kinderen. Ik zeg niet ja. dat het niet kan, nee, maar, maar je ziet wel gewoon, en dit is gewoon een biologisch feit, en ook artsen zeggen het, is dus van, als je op een gegeven moment in die dertig gaat... Ik bedoel, tegen mijn vrouw werd ook gezegd, zo, toen ze... Even kijken, 28, zei, zei de arts, toen ik voor het in het ziekenhuis ook tegen, zat, zei ze ook tegen haar van, nou ja, ik zal niet te lang wachten, want jij gaat ook naar die dertig. Ja, dus, ja. En dat kunnen ze vervelend vinden om te horen van, ja, want ik ken iemand die was 40. Helemaal leuk. Ja, dat leuk. zijn helemaal de uitzonderingen. Nou, het is meer van... In het kader van risicomanagement. Ja. Dat is hoe je het leven wil eigenlijk leiden. Is van hoeveel risico ben je bereid te nemen? Nou, je krijgt steeds minder uh, eitjes die bevrucht kunnen worden. Hoe ouder je wordt. Zo uh, hoe dan ook. heeft het natuurlijk ook weer geregeld. Hoe, ja, precies. Hoe, ja, dan, precies. Uh, hoe dan ook. Dus wat gebeurt er als je seks loskoppelt van, nogmaals, liefde, huwelijk en kinderen krijgen? Nou ja, denk er eens over na dat je dat inderdaad loskoppelt. Wat er dan, het is echt wel een statement. En ook mensen die het ook echt doen. Los te koppelen. Ja, de resultaten liggen er niet nee. op. En we kunnen met ons allen wel ons kop in het zand steken. En de ja, seksologen van ja. deze wereld die kunnen wel roepen. Oh, je moet gewoon seks hebben met elkaar. Want het is leuk en het is fijn en je moet ontdekken en alles. Er zit ook een gedeelte. Uh, klopt ook? Je moet leuk en fijn. Het is van er in heel veel dingen die mensen zeggen, afhankelijk van context en nuance, klopt het ook. Want aan de ene kant ja. is het ook heel erg gezond. Maar aan de andere kant moet je ook, in, ik zal gewoon tegen iedereen zeggen: er zit ook bij ons, er zit altijd een freaking belang aan. En het belang in dit geval is: hoe meer mensen seksuele bullshit en issues hebben, hoe meer geld zij kunnen verdienen. Ja, ja en dat klinkt heel lullig. Maar, maar ja, ja, ondertussen zo. gaat het kindaantal naar beneden. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, hoe dan ook, de gevolgen daar kunnen we met z'n allen niet omheen. En zeker ook als je nu kijkt. Waar, want wij, wij zitten in het matchmaking vak. Ja. We zien dat steeds meer singles elkaar niet meer kunnen vinden. Nee. Echtparen ook niet, eerlijk gezegd. paren ook niet. Als... Nee, die, uh, dat is ook een uitdaging om bij elkaar te blijven. Ja. Relaties het die het ja. overleven, ja. Ja. inderdaad. Ja. Dus ja, en als we het nu inderdaad toch over de man hebben. Uh, ik vond uh, online ook een artikel over hoe lang kan een man dan zonder ja. seks blijven. Ja. Gokken. Want, ja, hoe lang denk je? Dat voordat het een probleem wordt. Ja, voordat het een probleem wordt. Ik ben heel flauw. Drie dagen? Nee. Nee. Onderzoek toont aan dat het testosteronniveau op natuurlijke wijze afneemt... naarmate ja, de man dat ouder wordt. Ja. Dus na zijn vijftigste daalt het testosteron met ongeveer 1 tot 2 procent per jaar. Na zijn vijftigste? Ja. Ja. We hadden namelijk dus die discussie over, uh, van als je niet te oud, maar na je 50 is pas. Dat is één, En een uh, YouTube van de CEO, een CEO, een leuke dame die uh, dat allemaal uitlegt, uh, uh, dat het fysiek handig is om, om te ontladen uh, nou ja, na een dag of drie, vier, vijf. Dus vandaar dat ik op drie kwam eigenlijk. Ja. Ja. Om het gezond te houden ook. De sperma. Hè? Ja, maar toch laat de zien dat het pas gevaarlijk wordt ja, okay. na tien jaar. Oeh! <laughs> nou, dat jongens, tien studie. jaar. Wie gaat de uitdaging aan? <laughs> dat is dus een beetje. Aan de ene kant zeg je celibitair leven is dus niet goed voor je. Aan de andere kant kom je met tien jaar. Dat is wat de wetenschap zegt. De wetenschap en waarom zegt ze tien aan jaar? Dat het celibaat geen grote risico's met zich meebrengt voor kortere periodes, maar voor langere periodes zijn de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en Natuurlijk voor de relaties. Ja, de relatie, dus ja. nogmaals, uh, het verhoogt risico op prostaatkanker. Ja. Maar dat blijkt alleen voor periodes van langer dan tien jaar. Blauwe ballen is een andere aandoening die geassocieerd wordt met celibaat bij mannen. Het veroorzaakt pijn en zo, maar na de ontlading verdwijnt dat ook weer. Wat Celibaat zijn nogmaals, is niet goed voor de mens... Technisch, uh, nee. Is niet goed theoretisch voor, gezien. Laat ik, het, ik zeg het verkeerd. Celibaat zijn is niet goed binnen een gezonde relatie. Want als je in een okay. relatie zit, daarvoor is seks bedoeld, is intimiteit bedoeld. Want je hebt, dat, is, dat maakt jou en je partner zo uniek. Want Anders je hebt, dan alle andere relaties die. Exact. Je hebt. Want je hebt alleen seks met je partner. Nou, en ik denk ook dat je echt wel warmte, gebondenheid, verbinding uh, nodig hebt om bij elkaar te blijven. Exact. En het en? prostaatonderzoek is, uh, ik heb hier wel namelijk van uh, Medical News, en die heeft ook links naar de studie zelf. Maar in 2004 werd het dus onderzocht, over 30.000 mannen. In 2016 is het uh, onderzoek volgens mij nog, nog een keer gedaan, verder uit, uitgebreid zelf. En daarin uh, zagen ze wel hetzelfde. Dus op zich, het is wel een... Uh... Maar voordat je er echt ziek wordt, bedoel je? Ja, ja. Nou ja Kijk, het is... luister, het is, uh, het is nog steeds een vorm van kanker. Dus uh, neem het van... Het is niet... Uh, Nee, maar ik bedoel, mentaal kan je er al eerder last van krijgen, ja. denk ik. Ja, daarom zeg ik: binnen een ja. relatie, celibaat zijn is niet gunstig voor je. Voor je intimiteit niet, voor je relatie niet, voor je gezondheid dus niet. Zijn er doelgroepen die dat wel doen? Wat specifieke doelgroepen die als, als ze samen zijn, dan ook samen besluiten wij, doen dat met elkaar. Ja, je, dat merk je als uh, koppels ouder worden en daar ja? kom ik straks ook op. Okay. Van er is de een van de hardnekkigste leugen is dat je, als je geen seks hebt, dan ben je ongelukkig. En dat is niet okay. waar. Daar gaan we straks over gaan we straks naartoe. Maar nogmaals. Het is niet goed voor de mens. Ik heb je trouwens nog wel om, iets, om het iets meer genuanceerd. Want dat is het nadeel van de studies. Want ook met die prostaatkanker. Dat bijvoorbeeld. Maar hier staat bijvoorbeeld bijvoorbeeld gestaat, Het helpt met je heart rate, cardiovasculaire risico's, et cetera, wordt dan als aanpunt. En ik heb de studie op zichzelf er ook nog bij zitten, namelijk. Ik denk dat het stress gereleveerd is. Nou, of nee, maar kijk, het ding is een klein beetje. Ze hebben het over cardiovasculaire gezondheid. Ja. En dat gaan ze dan linken, bijvoorbeeld met dat dat. Het kan helpen omdat je bezig bent. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van: oké, okay, maar je kan ook gaan hardlopen. Je kan ook andere dingen gaan dan, doen ja, ja, om het naar beneden dat te Dat is hetzelfde krijgen. met: van... na nou, tien jaar is er, geen, is er niet iets aan de hand, maar mentaal waarschijnlijk wel. Hm. Dus Of misschien met de hormoon is Er wel wat aan de hand. Ja, denk ik dus wel. dat is een beetje om toch een beetje de nuance aan aan te brengen. En ook niet om onze eigen bias voor te zetten. Wat ik al een keertje had gezegd en echt heel veel video's terug. Het is, je hebt twee invalshoeken in de zin van dat... dat je hebt de, van, van de evolutionaire mensen... Van die zeggen dat... monogame is een evolutionaire adaptie... of dus is poli is een... Vanuit, meer vanuit de mannenkoek... een, um, een evolutionaire adaptie... adaptie ja. vanwege voortplanting. Ja. Maar elk hebben een bias. Is wel, ja. Want ja. vrouwen in een andere studie... bijvoorbeeld die iets... dat is volgens mij meer meta-studie metastudie... die zegt van een man... een vrouw zoekt een man... die eigenlijk alle kwaliteiten heeft... en die wil dat hebben... en een man zoekt eigenlijk vaak meer. Dus... Afhankelijk van de seks al, zou ik het zeggen. Van vier mannen voor vrouwen, heb je waarschijnlijk al een bias. En dan zou ik nog zeggen, maar dan is er ook nog zoiets als best practice. Is van wat werkt tussen de twee extremen ja. in. Wat het beste werkt en wat het beste is voor het kind, bewijs van. En dat is een beetje de nuance die ik wel met men aan mensen wil geven. is van, Omdat je het heel makkelijk is om de te uit, zoeken. De, de tips ja. van deze uh, die zij geven, is van mannen die celibaten een uitdaging vinden, die dus vrouwen hebben, partners hebben die hun geen seks willen geven. Dat ze, wacht nee. even, ze moeten juist dat soort vrouwen hebben? Nee, 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 nee daar zijn ze in verzeild geraakt. Ah, ja. Ja. Dus wat deze Met mannen elkaar. moeten doen... is hun tips, masturberen. Ik wou zeggen, e celibaat betekent ook dat je niet masturbeert. Hè? Mm -hmm. Even ja. voor de record. Ja. Maar je mag niet heel zetten, veel dan. mannen nee. zijn in een relatie terechtgekomen... waarbij de vrouw bijna geen seks meer wil. En als jij zo'n man bent... Dan loop je dus in zoverre wel risico. Want je bent gefrustreerd aan het worden. En je... In je... Fysiek. Fysiek. En mentaal, dus, ja. Dus zij zeggen masturbeer. Maar dat doen mannen dan ook. Communiceer. Bespreek de uitdagingen met je partner. Ga naar je arts. Laat regelmatig je hormonen in je prostaat controleren. Blijf actief. Dus lichaamsbewegen en hobby's helpen om de geest af te leiden. En dat is superbelangrijk. Dat je echt goed fysiek bent. Ja. Uh, en overweg... Therapie, bespreek copingstrategieën met de professional. Want nogmaals. Oh, dat is volgens maar mij een maar... beetje dubbel. Want aan de ene kant, en volgens mij, daar kan ik nog wel wat meer over vinden. Maar juist, als je bijvoorbeeld krachttraining doet... dat wat dus zeg van ik wil een, mijn testosteron een boost ja. geven. of oftewel ja. mijn seksdrive nog hoger krijgen. Ja. ga krachttraining doen. Dus ga krachttraining doen. Worden ze nog heilig. <laughs> <laughs> dus ja, het is een beetje. Een, ja, maar Jij was ik... personal trainer. Hè? Nee, <laughs> ja. maar daarom zeg ik dus. Celibaat zijn binnen een relatie is. Eigenlijk, not done. Nee, en ik ben ook wel heel benieuwd. Als het van één persoon. Komt. Ja, ik wou het zeggen van als het dat, van één persoon daar, komt. Ja, en waarom cruis. zit die in, en, en blijkbaar komt het vaak voor, want anders is het geen item. Ja. Uh, en dat heeft volgens mij niet per se met leeftijd te maken. Nou, ik zou wel zeggen dat echt wel koppels die hier tegenaan lopen. echt, ja, die moeten het wel, wel meer gaan bespreken. En ja. vergeet ook, ja, ik, ik zal toch zeggen wat ik. Ook wel heb gehoord, maar dat mogen, jullie zijn wat ouder, dus jullie mogen dat oh. meer conformeren als moeder, zeg ja. maar. Ja. Van is dat gewoon naarmate het uh, volgens mij Adam Lane Smith of zoiets, of wat het misschien ook gezegd, naarmate gewoon kinderen in het spel komen, dan klokt de vrouw gewoon uit. Ja, dus daarom is het ook heel belangrijk in binnen een relatie dat je tijd van elkaar blijft vrijhouden. Dan, want die dan vrouw die glipt naar het kind toe in de hoofd... En die man dat... die wil erop uit. Uh, ja, in en nu hoofd. en nu ga ik nog iets moeilijker stellen, want dit, dit gaat natuurlijk gewoon headlines geven. Is van, maar wie is dan eigenlijk schuldig? Nou, ik denk niet dat schuld is. Ik snap, het goede ik snap, ik snap. Ik snap veroorzaken, nee, of liever wat. Nee, hoe was ja, je maar het met veroorzaken elkaar? Veroorzaken heeft de schuld. Zeg, maar. als ik iemand aanrijd ik, en, ik, die, en die wordt aangereden in het ziekenhuis, is het mijn schuld. Ik veroorzaak dat hij in het ziekenhuis. Nee. Neemt. Ja, oké, okay, maar als wij besluiten nergens stoplichten te gaan plaatsen en de wegen weg te halen, dan heb je wel schuld. Maar hoe onhandig hebben we het met elkaar dan nee, gemaakt? Nee, nee, dat snap ik. En daar komt dat stukje communiceren dan ook heel ja. erg uit. Ja. Maar het is wel van, nogmaals, is vanuit een als het. Als ik zal zeggen is dat we een maatschappij hebben gecreëerd... die heel erg uit het vrouwelijke optiek opereert. Ja. Dus van dat alles wat veel mannen doen bijvoorbeeld dat is slecht tenslotte het, het is een beetje dat hè. Het heeft. is feministisch alleen wanneer het je uitkomt. Ja, ja dan vraag ik op een gegeven moment af van, ja, maar waar wordt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid gelegd? En het klinkt, en dan ga ik ja. expressen ja, natuurlijk ja, 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 een klein ja. beetje tegen in ja. waarom zeg ik het ook zo extreem eigenlijk ja. van hij wie is dan eigenlijk de schuld? Ja. Is omdat als je het niet ik zou het niet eens met, met schuld uh, uh, willen bestempelen. Nee. Want ik denk dat die vrouw daar eigenlijk ook wel zin in heeft, maar die heeft geen ruimte in haar hoofd, in haar lijf. Dus als je met elkaar gaat verantwoordelijk gaat zijn over er komt wel ruimte in je hoofd en je lijf, dan heb je al een heel ander leven. Ja. Misschien lig, 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 lig je nog niet parallel. Ja, ik snap, maar, maar je bent wel een ja, ander okay, leven. Maar ik snap nog best wel dat het misschien het, het woordje schuld, of van, want het staat gewoon een beetje parallel aan um, verantwoordelijkheid. Ja. Een heel moeilijk begrip is. Ja. Maar. Wat ik gewoon merk is dat het altijd heel makkelijk is, is als een man iets doet, man doet dit, man is de schuld. En nu keer ik het een keertje om, om ja. en dan is het van tone policing. Ja, maar ik vind schuld niet zo'n goed woord. Nee, Ja, niet. maar ik vind dit. Maar als ik zeg van ja, dus die man die schuld die is vreemd, is het Fuck je! Yeah. ja, die man is een klootzak. Nee, en, dat, en dat is een beetje de, wat ik gewoon wil. Ja, 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 ja. Maar zo bedoel ik het niet. Want ik, ik, ik ga ervan uit dat je met z'n tweeën bij elkaar wil blijven. Ja, en dan, dan ja, ga je al, maar... kijken van wat, 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 wat zijn de omstandigheden. En het is ook nou, volgens ja. mij nog zo. Hoe vaker een vrouw het niet doet, hoe minder zin ze heeft. Nou, dus je moet het, ook niet in die valkuil waar gaan Waar het om gaat is dat je moet communi blijven communiceren. Daar, uiteindelijk gaat het, staat en valt je relatie daarop. Als je beide je behoefte weet te uiten op een juiste manier... Op een, dan ja. kan je met elkaar... Je wilt beide verbinden. Ja, dat is, dat is je startpunt. Dus, dus, en, maar, en als iemand dat niet wil... dan wil de ander dus niet verbinden. Dat is en ook dan, wel moet je, dan moet je gaan kijken... Van, kan wat ik heb je nodig? Ja. Dan moet ja. je zeggen, dan trek ik aan de bel... Ja, dat, precies dat. En wat heb ik nodig? Inschaken. Is het een excuus? Is het, is het, is het, is het geen behoefte? Is het uh, druk? Is het stress? Is het... Uh, maar nou, overzicht? Patrick whatever. Ben David vind ik daar gewoon een heel goed voor, voorbeeld van. Of nee? dat kan je... Patrick ben, Patrick, ben, Patrick ben David, ja of David, volgens mij spek je maar goed. Maar die zegt ook van elk jaar een APK-keuring. Ja. In principe ook oh, met je ja, relatie. Ja, ja, ja. Ja. Dus ja. dat is echt wel een goede voor jezelf. En uh, misschien moet je het juist met een, der, een onafhankelijk derde, een onafhankelijke ja. derde partij ja. doen. Ja. Hoe dan ook. Ja, het is ook moeilijk uh, om het over te hebben. Onthouding voor beperkte periodes kan bij sommige mensen... testosteron, energie, focus, productiviteit, motivatie, zelfvertrouwen... emotionele helderheid en spiritualiteit verhogen. Maar dat is wel variabel. Hoe dan ook. Nogmaals. Onthouding binnen een relatie kan alleen als beide het daarmee eens ja. zijn. Op het moment dat er slechts eentje niet wil, heb je een probleem. Maar het of is eigenlijk ook andersom. Hè? Dus met celibata celibatair is het zo, maar ook met seks is het zo. Het is alleen een probleem als de een wel en de ander niet. Ja. Ja. Dan gaan we van de man naar de nieuwe moderne vrouw. Want we gaan naar het artikel van... Dat is toch van... ook uh, hetzelfde als man? Nee, dit is heel iets anders. Want we gaan het, als we het artikel van ja, Linda erbij pakken ja. en van de Flair en van de Chantal mm -hmm. en van de overal, Blader, kom, mooie kom, komt dit onderwerp nu naar boven. Celibatair leven gaat over veel meer dan simpelweg geen seks meer hebben. En dit is van ja. Linda Meijden, redacteur. Zij is zelf al een x aantal jaren single en heeft dus een x aantal jaren geen seks. En de cijfers... En nou, dit dat is, is niet logisch is, met elkaar. Nee, maar dit is waar Evelien dus zich zorgen, zorgen over maakt. Is dat terecht of niet? Ja. De cijfers liggen er niet om, staat er, want steeds meer mensen, met name vrouwen, kiezen voor het celibaat. Een term die in de kerk gebruikt wordt om iemand aan te duiden die bewust ongehuwd blijft. Anno 2024 betekent dus voornamelijk dat mensen zich bewust onthouden van seks. Singles, hè, eigenlijk hebben we het over. Ja, ja. en dat heeft veel meer dan enkel de fysieke daad te maken. Mm -hmm. En de redacteur Misha kan erover meepraten. Zij heeft de afgelopen drie jaar zo goed als celibatair geleefd en deed dat niet omdat niemand met haar naar bed wilde. Datingfatigue staat er dan boven. Honderden ja. profielen, een handvol matches ja. en vooral een uitgeput gevoel. Dat is de beste manier om als vrijgezel de ervaring op dating-apps samen te vatten. Ja. En ik kan het beamen. Nou, dit is het grote, grote uitroepteken waarom we het behandelen. Hè? Ja. Sinds jaar en dag staat er één ding hoog op de prioriteitenlijst, namelijk het vinden van een partner. En dan komt de uitspraak: In de ogen van de samenleving ben je pas compleet als je één van de twee bent. En dit is een grote leugen. Want het is niet zo dat de samenleving bepaalt dat jij pas compleet bent als je een van de twee bent. Wij zijn zo geschapen dat het niet goed is voor ons om alleen door het leven te gaan. Mm -hmm. Ja, dus in, 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 nee. Oerverbinding. Die oerverbinding, inderdaad. En dat is dus de reden dat singles zich nog altijd massaal en vrijwillig onderwerpen aan het online daten met dating fatigue als resultaat. Ja, want uiteindelijk wie we, wie wij ook spreken, uiteindelijk willen ze die liefdevolle relatie. Ja. ja, dus het is niet de samenleving die jou dat oplegt, want dat willen we graag. Hè? Want de samenleving die bepaalt, ah, je kan prima alleen zijn, je is helemaal niks meer als je alleen bent. Maar het is de natuur, het is de biologie. We zijn ja. gemaakt om te floreren in een relatie. Daarom hebben we deze hormonen gekregen zodat we gemaakt zijn om voor te planten. Nou, voor de wappies zonder ons, mocht je het nog willen onderzoeken van waarom is dat dan, zeg maar, wordt dat nu meer Ik kan niet zo snel vinden van waar ze die cijfers op baseren hoor. Maar stel je voor, het is een onderliggend iets dat ze misschien gemerkt hebben, dat mag dus een, een wappie mag, mag dat dan onderzoeken, is van dat ze misschien een trend hebben gemerkt: is dat vrouwen die langer in een relatie zitten gewoon merken ze dat ze gewoon minder geld uitgeven... of er wordt gewoon minder gewerkt, et cetera... en dat ze nu daarom meer promoten... zodat ze nog meer op het werk kunnen focussen. Ja. Dat is mijn oh, complottheorie, economische van, complottheorie. Deze, deze, van deze, okay. deze, Tuurlijk. deze week. Hoe, veel, hoe meer mensen werken, hoe en meer voor de maatschappij, beter voor de, de, maatschappij voor de, voor de, de economische maatschappij. Ja. ja. Ja, en ik zeg het ook een klein beetje... omdat er gewoon nog best wel wat gaande op het economisch vlak is momenteel. En ik ja. ben er geen expert in, maar vandaar dat ik dacht ja. wel. Maar de andere kant is ook dat we ook heel vaak besproken hebben... wat het met een vrouw doet... als ze heel veel uh, seksueel contact heeft met verschillende... Verschillende mensen. Ja, komen zo op. Het verschil is denk ik wel nog steeds, en dat is weer uit Red Bull. Vrouwen doen dit omdat ze een keuze hebben. Mannen doen dit omdat ze niet altijd een keuze hebben. Ja, en dat bedoel je met dit is vrouwen kunnen bewust kiezen om geen seks te, te hebben, het en, en mannen kunnen dat niet, want die hebben een drang ergens. die hebben die keuze Die wordt niet zo makkelijk gekozen. Ja, die dus je hebt een keuze. Oh, die, die, de mannen die niet gekozen worden, ja, je bent, Als jij, als jij oh, in ja, chat ja, ja, bent ja. en je krijgt elke week een vrouw krijgen, dan ja, is het een ja, ja. keuze. Maar als jij eh, ik even dacht even eigenlijk niet... vanuit die hoek. Ja, dat ik denk eh. dat dat een man bewust gaat kiezen, het lijkt me gezonder om het even niet te doen. Maar het gaat natuurlijk om die eenzame man die überhaupt geen contact krijgt. Dat zijn de incels. Een hele gevaarlijke groep en die wordt steeds groter. Ja, want dat stijgt natuurlijk ook, die testosteron en die frustratie, hè? Ja. Heel gevaarlijk. En dat is dus niet zo gek als je kijkt naar hoe datingsapps in elkaar zitten. In feite is het algoritme wat claims specifiek op jouw interesses, interesses ingesteld. Zijn. Daar komt ook weer de economie om de hoek. Hè, het uh, is Jeremy. een numbers game. Maar hoe langer je op de app zit, hoe kritischer en kieskeuriger je wordt. En van de 100 profielen die je krijgt voorgeschoteld, geef je maar een handjevol de kans. Dus ja, daten online is hmm. een numbers game. Maar. Lieve mensen, lieve en lieve luisteren. Het is iets wat we zelf in het leven hebben geroepen. Mensen hebben het bedacht. Mensen zijn er al op gaan staan. En we kunnen er nu niet meer omheen. Dus nu is het zaak. Hoe ga je er goed mee om? Nou, ik wil zeggen om, op, om, om mensen op te leiden hoe er dan mee om te gaan. En dat is wat we doen bij ja. Just the Match. Daarvoor kan je bij ons terecht. Ja als zijn de dating We gaan het voor je uitzoeken. Begeleid ik jou van hoe kun je als vrouw en dat is anders als hoe je als man je moet gedragen online. Dus wil je daar meer over weten, ga naar onze website ja. of stuur een mail naar info. Ik zie wel van flair. Ik weet niet wat dat voor artikel of whatever is, maar die zeggen dat het onder CBS onderzoek heeft gedaan en dat uh, het CBS uh -huh. komt achter dat uh, er een tussen je tussen, vooral jongeren tussen de 16 en 25, dus dat impliceert in ieder geval die groep is het grootst. Ja. Uh, zijn minder seksueel actief, want in 2014 had nog uh, 63% van de seksualiteit dit. in 2022 is gedaald tot 56%. Kom maar maar, maar 2022 is dan inclusief uh, corona dan waarschijnlijk, ja, daardoor is ja, het misschien gedaald. Dat wel. Kijk, dus waar, dus, uh, waar, waar want we ont... hebben we ook heel veel studenten. Maar er staat hier uh, ook enquêtes, bij is dat hè? het dus blijkbaar ook een beetje een trend gaande is op ja. uh, TikTok en al die dingen. En dat ja. heeft best wel een zo een zoom Ja, zo, uh, precies. Inderdaad. Want, want dus, het, het, de, daar is ook de piek van juist wel uh, heel makkelijk met elkaar uh, seks of friends with benefits en zo. Ja, ja. in die leeftijd. Um, het is dus een trend onder steeds meer jonge vrouwen om. Voor een tijd celibatair ja. door het leven te gaan. In 2023 bestond ongeveer 40% van alle Nederlandse huishoudens uit één persoon. Dat is veel. veel. Um, Celebitair leven is een trend geworden. Dat zien we ook aan de TikTok. Hashtag, hashtag Celebacy. Een groeiende trend van mensen, vrouwen die zich bewust onthouden van seks, trok ook de aandacht van bumble. En Bumble besloot hun oh, nieuwste futures ja. te laden met een billboardcampagne. En die viel ja. niet goed in de smaak. Hebben jullie hem gezien? Ja. Het is walgelijk. Ja. Bumble is sowieso walgelijk. walgelijk. Ja. Ga ik ga het jullie uitleggen zometeen. Waarom zij walgelijk zijn. Ja ja, 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 ja. Dus voor alle dames die erop zitten, en voor alle heren. Ja, luister op. goed. Luisteren. Want uh, je begint al met een 10-0 achterstand als je daarop klikt. Inderdaad, inderdaad. Want ja, die walgelijke campagnes, daar gaan we geen tijd aan besteden. Nou, ja, wat een bullshit ook. Van, het, is als, het was als, een, als grappig bedoeld. Ja, ja. Maar je doet het als reactie omdat... Uh, omdat Oké, okay, whatever. Ja. Dus Bumble heeft geen respect voor jou als vrouw en man. Nou, volgens mij laat Bumble ook jou het initiatief nemen. Hè? Ze gaan leren hoe, hoe vrouwen het initiatief moeten nemen. Dus Bumble volgens is mij. sowieso de domste app die je als vrouw kunt gebruiken, <laughs> dames... Want Bumble haalt de parisdans van de man en vrouw ja. volledig uit, uit het, elkaar. Ja, uit, uit, uit het hele systeem. Ja, ja klopt. Ja. Ik denk dat het ook meer een trend is van dat het voor jongere vrouwen met name heel erg leuk lijkt. Dus omdat dat het, het hele empowerment gedoe ja, is. Precies, ja, precies. En dan komen ze uiteindelijk bij ons als ze 30 plus zijn. En dan vragen we, maar wat zoek je dan een man? Ja, maar hij moet ascetief zijn. Ja. Ik wil aangesproken. Ja. Het is zo'n zo contradictiecontinu, ja. zeg maar. En dat, die trend blijf ik nog steeds wel zien. Van tussen... Twintigers en dertigers. Ja. dat daar echt zoals um, Roland altijd zegt met, uh, in, in de Red Bull... van na de 30, de hit the wall, en dan komt er opeens een shift ja. in een datingstrategie. Maar Patrick ik hoop... van de ja, bioloog die... zei het ook: ja. er komt elke keer een shift. Ja. En dat is het enige wat ik altijd bij verhalen is van kijk, dus, hè, je, je kent een goede boom aan vruchten. Is van, de vraag is bij dit soort vrouwen, gaat ook maar zeggen ook, ben je celibatair omdat jij het gewoon zat bent? Omdat je zogenaamd ja. niks kan vinden. Dus daarom stond het ook datingfatigue. En daar nog even ja. vrolijk verder. Of is het echt een bewustwording? Want je kan het als een tool inzetten. Van, van al dat losbandige en lustige. Ja, daar komen, dat we, je nog ga... okay, we, komen ja. we nog op. Waar het op gaat, nogmaals, dames en heren waarom Bumble niet goed is, voor, niet alleen voor jou als vrouw, maar ook voor, jou, voor de man ook niet, want nogmaals, die paringsdans die wordt verstoord. Vrouwen worden kieskeuriger, gaan alleen maar af op uiterlijk en inkomen, en de man in kwestie hoeft alleen maar zitten te wachten, achteroverleunen, totdat hij wordt gekozen. Dus hoe dom kan je zijn. Of niet gekozen, waardoor je nog meer onder de tafel wil zitten. Ja. En oh ja, de man die jij kiest, ja. die wordt ook nog eens gekozen door alle andere vrouwen die op de Bumble app zitten. En dat is dus de You Have die alle bunnies kan krijgen. Dus Bumble, niet slim voor jou als vrouw, want. Dat betekent. Ja, het brengt schade met zich mee. Het brengt heen. echt het, schade. Het en mentale zich heen. schade. En op een gegeven moment ook fysiek natuurlijk, als je erin meegaat. Ja, nou goed. Dat zijn alle want, dating apps. Bijna. Want ja. nogmaals. Alhoewel, er is een nieuwe dating app. Om even tussenin te vallen. Volgens mij. De breeze. Want dat had ik van een collega gehoord bij een uh, team eventje. Dat um, ja. Kijk, je hebt een heel kort profiel, zoals ze zei, maar je spreekt met je moet meteen een dating plannen, dus je ja, ziet iets, en je moet meteen afspreken. Je krijgt een dataprikker erbij? Okay, nou, die ga ik gebruiken, die ga ik uh, gebruiken. Ja, gaan we volgende keer ik, verslag van ga, doen, gaan ga, ga ik verslag van doen, inderdaad. Ik dacht dat het Breeze heette. Ja, in ieder geval, Bumble not a good idea. Want wat jij als vrouw wil, want dat wil iedere vrouw, iedere vrouw wil dat die man. Haar voorover, voor achter haar aangaat en moeite doet voor haar. En dames, dat gaat niet lukken als jij de eerste move maakt. Als jij achter hem aan zit. Dat leren de rules je, dat leert de realiteit je. Dat leren en de als hormoniën. je bij mij komt komen, bij mij komt coachen, dan ga ik het je leren. Hoe dan ook, de campagne heeft een enorme backlash gekregen. En niet omdat het. Gezien wordt als zijnde smaakloos, maar ook omdat het haak staat op de filosofie van Bumble, namelijk empowerment. Weet je wel? Ja. Dus zo merken talloze mensen, voornamelijk vrouwen, op dat de keuze voor een celibataire periode... te maken heeft met respect en autonomie ja, ja. over hun lichaam. Ze willen zich niet meer onderwerpen aan de huidige hook-up culture... die als toxisch, denigerend en zelfs gevaarlijk wordt beschouwd. Want dat zeggen wij ook al heel lang. Ja, daar ben, daar, ik, ben, ik ben er blij mee. Ik ben er echt blij mee. Daarom is het zo scheef van, van de, ik, noem, ik zeg maar even extreem feministen. Is van, want zodra een vrouw... een. De, er is niet echt iets als vrouw empowerment want dit is dus weer een voorbeeld... waarbij dus als een vrouw dit wil doen... wordt ze meteen op neergekeken. Van, oh, dan ben je slecht. Maar hetzelfde met een religieuze vrouw... of een moeder of iets eten. Dan wordt vanuit vaak het extreme feministen... Mm -hmm. wordt dan op hun neergekeken. Dus je bent aan de ene kant een je. Voor het individu van de vrouw, en dat ze in haar eigen recht mag staan, ja. doen wat ze wil. Ja. Maar zodra het niet in jouw lijntje gaat is, want het is vaak meer in het, in het meer losbandige ja. leven, ja. wat dat soort feministen dan meer melden in het extreme, masculine leven, eigenlijk. Hou ik dan maar gewoon zo zeggen. En dan wil de vrouw zeggen: ja, nee, maar ik, ik wil dit. En dan is dit dus een heel goed voorbeeld waarbij het helemaal dus niet echt goed gaat om de rechten van een vrouw. Want zodra je dus als vrouw een andere weg in wil slaan dan word je meteen onderuit getrapt... door jezelf de feminist... die jou zogenaamd... Ah, ik willen. denk dat het een soort tegenbeweging is... van alles moet en alles kan... en, en ik wil ook alles hebben... Uh, dat dat ook niet de, de, de gauwpot... aan het einde van de regenboog is... en dat je dan een tegenreactie krijgt. Wat wij... We zien inderdaad... de, de losbandigheid... Nee, hij nu, vraagt zijn tol. Hij tol. vraagt ja. nu zijn tol. En er komen steeds meer vrouwen... komen erachter van... Hey, ik heb mijn lichaam zomaar weggegeven aan Jan en alle mannen. En voor vrouwen is dat gewoon niet goed. Nee. Die, die maken die dubbele, driedubbele binding eigenlijk op het ja. moment van, van seks. Ja. En als je de volgende ochtend niet eens meer weet... Dat ze niet eens meer weten hoe je heet. Dat, dat gaat zich tegen zich keren. Ja. Naar vroeg, binnen. Ja. Mischa zegt, toen ik een aantal jaar geleden hiermee begon, werd ik belachelijk gemaakt. Er waren voornamelijk mannen die mijn keuze niet snapten. En die zeiden dat ik dit alleen deed. Maar ja, niemand wil je toch? Maar ja... Daar heeft ze nooit een bed. Potentiële bedpartners heeft een vrouw nooit gebrek gehad, zeker als je er een beetje leuk uitziet. Je nee, bedpartners, hè? Ja, precies, ja. Exact. Alleen maar bedpartners, Want ja. daar hebben we het hier over, ja. hè? Uh, koos ervoor om het onthouden met seks uit zelfbescherming. En dat zeggen wij ook, hè? Je moet als vrouw jezelf beschermen. Juist door mezelf steeds fysiek bloot te geven, bracht ik mentaal schade toe aan mezelf. Hier heb je hem. Het zorgde er voornamelijk voor dat mijn onzekerheid tot ongekende hoogte steeg. Het gevoel van leegte werd steeds groter en ik ging steeds vaker onvervuld weer naar huis. Door vaak en snel uit de kleren te gaan, dacht ik mezelf neer te zetten als een vrouw die volledig controle had op. Ja, ik durf op hoe alles en ik kan alles. Hè? Ja. En in werkelijkheid leek ik wanhopig voor aandacht. En toen er wederom, daar komt die in situationship faalde, eentje die voor het grootste deel gebaseerd was op mijn gewilligheid om seks met hem te hebben, besloot ik het om een over een. Andere boeg te gooien. En ik vond dat het tijd was om te luisteren naar mijn grenzen. En mijn wensen. En het leerde mij dat seks geen wanhoopsdaad moet zijn. Het is maar toch iets te, te gek voor woorden, hè? Ja. Seks, wanhoopdaad, uh, wat is het? Uh, relationship? Nee, het was situationship. niet... Situationship. Hè? Dat, ja. is, dat, al, dat het woord al bestaat. Ja. Dus wat zien we aan de reactie van deze Misha? En dat is er nog maar één. Zelfbescherming. Mentale schade, onzekerheid, wanhopig. En lieve dames, situationships is de ergste vorm van Leg me dating, relatie die je kunt hebben. is ook gewoon een nieuwe term. Het is gewoon een ja. slangterm term ja. van eigenlijk van, uh, het is gewoon een half afgekapte relatie. En ja. Eigenlijk is het een soort van bands, fans... Friends with benefits. Friends with benefits, waarbij ja. zeg maar dan uh, omdat het een beetje op en af gaat, waarschijnlijk ook nog. Ja, is dat en geen de man, de man, De man, man krijgt tot een bepaalde mate krijgen ze beide krijgen seks ze, af en afdoen beetje een, een schouderklopje of dat hij een beetje luistert. Maar het is niet volledig voorgaan, want als dan wel iemand anders in het spel komt, dan stopt het ook precies. In, en dit probleem ja. is tweeledig, want ik ken ook mijn vriendinnetje die heeft. Twee zoons van in de twintig en zo. En die, als man maak je het nu ook mee. Als man word je gebruikt voor de seks. Ja. Ik hoor steeds meer... Ik praat met heel veel mensen. Um, en een ander koppel ook. Die had zoiets van... Ja, mijn zoon ja, die krijgt alleen maar situationships. Want die vrouwen die willen alleen maar friends with benefits. Die willen hem alleen maar voor de seks. Ja, die willen nergens aan verbonden zijn. Nee. En ook niks geven. Dat zijn de vrouwen die man zijn nee. geworden. Ja. Die zijn daar nu echt... Ze zijn echt man geworden in dat opzicht. Maar daarom zeg ik er nogmaals bij. Want het is een heel leuk verhaal. Zoals je vertelt... En ik, ik hoop voor haar dat het zeg maar ook echt. Dat het zeg maar oprecht is. Laat ik het maar zo ja, zeggen. Is van, want, maar het is wel een trend aan het worden. Dus er zullen mensen ja, maar, zijn die. Ja, daarin... maar dit is dus weer wat, wat ik me afvraag. Is van. Want als je aan de ene kant zegt. Hè, want dan herhaal. Ik gewoon wat jullie zeggen. Is van dat het dus vrouwen zijn. En die worden eigenlijk gewoon zwaar gepusht. Of whatever. Van seksuele feiten. Die gaan helemaal los Waardoor dus jongens jongen zijn die wel een relatie willen zijn de Sjaak. Als dat de trend is, en op een gegeven moment worden ze fatigue, wat ik mm -hmm, al eerder zei, ja. en nu willen ze serieus celibatissetra zijn, waar, waarom is dat dan nu opeens wel? Want zo kan, je kan wel heel leuk praten in zo hierover, maar dan moet je dus ook potentieel gaan accepteren, ja, is dat jij... Je hebt de leugen geloofd. Je hebt de leugen ja. van de maatschappij geloofd. Je hebt de leugen geloofd van al die mensen die zeggen van... Moet je gewoon doen. Je moet je gewoon doen. Seks is niks. Komen we zo meteen op. Vier leugens over de seks. Komen we zo meteen op. Nog een voorbeeld. Nou, van, en uh... ik denk ook dat het ook een tegenreactie is... die natuurlijk op een gegeven moment niet meer 100% zal zijn. Maar het is natuurlijk wel fijn om jezelf te beschermen tegen... als je in een, in een grote groep bent. En de norm is, uh, hoe laat zullen we naar boven gaan? En wanneer gaan we weer naar beneden? Om daar nee tegen te zeggen... In je eentje, dat is als kudde gedrag, mens niet te doen. Nee. Dus ik vind het wel een mooie beweging om een bewustwording te krijgen. En dat je ook eigenlijk een beetje supporten van de vrouwen. Niet in de boost, maar eigenlijk in de, in de terughoudendheid. Ja. Een Empowerment, andere de andere kant op eigenlijk. Ja. Miriel van 36 zegt: mmm, al Alle vluchtige seks die ik voorheen had, daar heb je het weer, hè? Al die vrouwen hebben heel veel seks gehad en nu komen ze erop terug was bijna altijd slecht of zelfs pijnlijk. Ja. Ik genoot er eigenlijk nooit van. gek? voelde ik me soms gebruikt. Bij serieuze scharrels, denk ik, serieuze scharrels, vriendin. Er bestaan geen serieuze scharrels. Dat zijn allemaal situationships waarin jij jezelf hebt geleefd. Dat is een beetje een paradox volgens mij. Ja. Je kan niet iets een scharros per definitie volgens mij niet serieus. Nee. 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 Dus je kan het nee. niet zeggen. Maar Ze wat ook, zij bedoelt is dat daar zag zij potentie in. Ja. Alleen de niet. niet. Ja. ja. <laughs> Dus, oh, uh, maar als er seks in het spel is, zegt ze, komt de ego om de hoek kijken. En ja. staat, seks staat dan de diepere emotionele band die ik met iemand wil opbouwen in de weg. Ja. En ze zegt, ik gebruikte seks ook vaak op de verkeerde manier. Als ik stress had of niet lekker in mijn vel zat, wilde ik seks als afleiding en troost. Hetzelfde deed ik met porno en masturberen. Ik deed het vlug om dan even die dopamine ja, shot te krijgen. Ja, het wordt een verslaving, hè? Ja. Het is echt, en je wordt afhankelijk ervan. Ja, ja. ja. ook TikToker Thalia Cadet heeft bijna 100.000 volgers ook drie jaar lang geen seks gehad. Bij haar was het voornamelijk uit angst in de tijd van COVID. Ze was bang om mm -hmm, ziek te worden. Mm -hmm. Maar ze zei nou, eigenlijk merkte ik dat als ik geen seks heb... ging het eigenlijk best wel goed met me. Maar het is ook eigenlijk weer niet oké, okay, toch? Beter dit ja. dan de tegenovergestelde. Ja, ja, dus ja. het is een verknipte cultuur. Wat het artikel ook zegt, dat... Sinds afgelopen januari is tegen het aantal celibaatzoekopdrachten met maar liefst 90%. Schrijft de Britse krant The Guardian. Nou, de interesse is wel gewekt. En de teller staat, staat op meer dan 200 miljoen views hmm. op TikTok. Tik-tik-tok. TikTok. Kinderprogramma anders, van vrienden. Die komt straks weer terug. Ja. Um, oh, ja, hier heb je zelf, die CBS-cijfers. Ja, dat zijn die, die CBS-cijfers, cijfers. Ja. Okay. inderdaad. Ook... Oudere vrouwen, Jacqueline bijvoorbeeld van 53, koos voor een celebrity leven. En haar motivatie was om een tegengeluid te bieden aan de huidige maatschappij. Ja. Ze zegt ook, seks loopt uit de hand. Pornografie stroomt onze levens ja? binnen. En dan zegt ze iets heel belangrijks. De seksuele kracht is een enorme kracht. En loopt in onze maatschappij uit op excessen. En daarom is een tegenhanger nodig. En Jacqueline heeft in mijn beleving gelijk. Nou, ja, maar ik denk dat het ook wel klopt. En ik denk ja. ook wel dat in dat opzicht ook al, zijn heel veel Nederlanders, of heel veel mensen zijn anti-red op een bepaalde mate. Maar je, ik, ik, ik zie het alleen maar zo. Vaak komen bewegingen uit iets om het te, om, ja. om tegen te, te, te gaan. Geven. Zeg ja. maar. Dus ik zou zeggen, natuurlijk zijn er onderdelen van wat verstrooming ook waar je niet helemaal waar je niet mee eens hoeft te zijn. Ook, dat is ook een ding. En die misschien ook feitelijk gewoon niet kloppen. of meer een bias hebben, om het zo maar te zeggen. Maar het kijkt meer naar het groter geheel. Ja. Dus van, en in haar geval klopt het ook. Want um, het, het, het is overal in ingegrond. Uh, Weet je, ik bedoel... Uh, Joel Swall heet hij volgens mij. Die maakt nog wel eens video's op, over de fitnessindustrie. En dan zijn er meiden die zichzelf filmen en alles. En ja. dan worden ze boos als... Oh, ik word aangestaard. Of er iemand loopt door een kamer. En dan zegt hij ook van... Oké, okay, je wordt boos, is omdat iemand die jij waarschijnlijk niet aantrekkelijk vindt, jou bekijkt. En je hebt zo'n top aan en die leggings zijn, zitten in je bilnaad helemaal ja, getrokken. Ja, waardoor je eigenlijk je. gewoon je huid heeft gewoon een andere kleurtje gekregen. En dan word je boos op zo'n man of whatever. En vervolgens zet je dat filmpje online om vervolgens door miljoenen gasten waarschijnlijk geliked te worden. Die je ook helemaal niet kent. Dus waarom ben je boos, zeg maar ja. op die manier. Dus het concept van dat het er constant in zit... Um, ja, dat is wel zo. En dan krijg je een beetje vanuit de mannelijke invalshoek, die dan. Er, er is bijvoorbeeld ook meer dat mannen ook uit, uitchecken. En die willen nu ook dan meer alleen zijn. Dat is een ander artikel. Ik, ben... wil, ja, ik wil even naar de vier leugens over seks. Ja. Want. Ik ga ze eerst opnoemen. Nummer één is: zonder seks zijn we niet gelukkig en hebben we geen identiteit. Leugen nummer twee is: seks is casual. Net als tennis, het stelt niks voor. Leugen nummer drie is: seks is alleen bedoeld voor plezier. En leugen nummer vier is: seks is vies en je moet je ervoor schamen. Ja, die heb je ook nog natuurlijk. Want de huidige norm is: oh, als het goed voelt, dan doe je het. Want het leven draait om mij en mijn behoeften en ik hoef geen rekening te houden met mijn medemens. Ofwel de moraal is verdwenen. Porno is normaal en dat maakt dat we afdrijven naar extreme. Dat is, de dat is hoe we nu in het leven staan in het westen. Ja. Het De De is niet normaal, hè? Nee. Even uh, gezegd. Nee. Tegenwoordig, nogmaals, leugen nummer één: zonder seks zijn we niet gelukkig en hebben we geen identiteit. Ik zei het al eerder: je wordt online doodgegooid met tantra-coaches, energie-coaches, sex-coaches, ja, passie-coaches. Alles om weer je seksuele leven op te doen laaien. Want zeggen ze: als je geen seks hebt in je relatie, dan ben je mm -hmm. niet gelukkig. En heb je geen seks in je relatie niet genoeg, dan is er vast iets mis met je. Want je moet vooral luisteren naar je gevoel en daarop losgaan. Nou ja, als je, dat, ik, als je dat in een relatie hebt en je gaat zo'n uh, cursus doen, dan kom je, dan kom je blokkades tegen. Maar het, gaat, het, het is niet zo dat je aan het eind van die cursus uh, naar buiten loopt en, en, en alles wat beweegt interessant vindt, volgens mij. Waar word je moe van? Altijd uh, het tegenovergestelde, het dat tegenovergestelde, dat hele extreme. Het moet goed voelen, oh, constant. Ja. Luisteren naar no pain, no gain. Ja, als je massas wil creëren, doet het gewoon pijn. Is niet leuk, maar uh, in de lange termijn heb je er gewoon meer ja. dus aan. is uh, ik, ik raakte dus ook. Nee, eens... ja, want, ja, want die, die, die mensen die ze oproepen om dat, om die cursussen te volgen, um, daar vraag ik mij van af. Wat als je zegt communiceren kan ook een middel zijn, zeg maar. Dan heb je het ook uh, aangekaart. Ja. Yeah. Het ligt er ook een beetje uit waar je vandaan komt. Hè? Als je bijvoorbeeld bij die laatste bent: van het is vies, het is, uh, het is niet, niet oké. Okay, ja, dan moet je dat ook uh, oplossen. Anders kun je geen uh, seksuele relatie vrij aangaan. Maar hij moet wel gezond zijn. De nieuwe beweging, open beweging. De open Ja, oh ja, maar dan. Ja, ja. Daar hebben we het hier dan over. Heb je het al. Dat staat voor het niet tevreden kunnen zijn met wat je hebt. Het staat voor geen controle hebben over je lusten. Het staat voor gehoor geven aan je limbisch brein. Waar je constant instant gratification wil. Als je dus op die manier door het leven gaat. Ja, je wil geen weerwoord eigenlijk. Dan, heb je, dan ben je constant aan het leven van. Dopamine shot naar dopamine nou, shot. Nou ja, want dan ga je, ga je zoeken naar de volgende sensatie. Ja. En als je dus um, dat niet hebt, dan voel je, je dus ongelukkig. Als je in die reeks terechtkomt, wel ja. Ja, ik geloof dus dat we worden gebrainwashed door alles wat we tot ons nemen. Hè? Want als je constant ziet dat seks en passie het belangrijkste is. om je gelukkig te voelen, dan ga je, er ga je naar, dat denken. Ga je dat denken? Ga je gedragen? De realiteit is. Er zijn mensen die prima zonder seks kunnen en gelukkig zijn. Is niet het grote aantal. Niet het grote aantal, maar er zijn. Je gaat niet dood als je geen seks hebt. Is nee, je, je, je gaat in de basis. Uiteindelijk ga je niet dood. Nee. Wel, het, wel het soort, maar niet jijzelf. Exact. Uh, maar we hebben onszelf ergens gemaakt dat we seks nodig hebben om gelukkig te zijn. En dat is waar de schoen wrikt in mijn beleving. Want nogmaals, als iemand. Als je iemand op zijn sterfbed vraagt van ja. waar heb je spijt van? Dan hoor je niet van ja, omdat ik een slecht seksleven had, dan hoor je wel van, ik heb spijt dat ik geen sorry heb gezegd. Ik heb spijt dat ik niet die en die keuze heb gemaakt. Ik heb spijt dat ik je niet. Die relatie kon... heb gestopt. Ook. Gestopt. Ja. Absoluut. Dus seks maakt ons niet per definitie gelukkig. Het zijn gezonde relaties. Wat maakt dat wij gelukkig voelen. En de seks binnen een duurzame relatie, nogmaals, dat is de kers op de taart. Want ja, we kunnen zonder seks, maar we kunnen niet zonder liefdevolle relaties. Dus laat je niet gek maken door nee. die altijd zoekende sekscoaches, tantra coaches. Want je moet passie hebben en je moet seksuele energie moet stromen. Dat is wat ze jou willen wijsmaken. Want uiteindelijk is dat ja, een verdienmodel. Leugen nummer twee is... seks is casual. Net als tennissen. Ja, ja, ja. Het stelt toch niks voor? Het brengt echt heel veel schade met zich mee. Ja. Want het horen we, dat zien we, dat, dat lezen we... maar we krijgen het ook van onze klanten te horen. Ze, en je ziet het ook vaak... mensen die vertellen uiteindelijk daarover... dat ze uiteindelijk toch ongelukkig... in hun eentje op de bank zitten. En het gekke is ook dat ze zeggen... Nou ben, ik, uh, ben ik casual geweest... En het was niet eens leuk. Ja. Het was niet eens leuk. Nee, hè? nee. Wat wij niet willen inzien is... seks is een enorme macht die enorme consequenties heeft. Want nogmaals, ons hele hormoonhuishouding zorgt ervoor... dat wij als vrouw ons gaan binden aan degene met wie ja. we seks hebben. En dat maakt dat we anders naar iemand gaan kijken. En ja, seks is pas gezond... Als het in een stabiele, monogame relatie is, die we huwelijk noemen. Haal je seks weg uit die context, dan gaan alle seksuele voordelen, fysieke voordelen, mentale voordelen. gaan verloren, durf ik te beweren. Ja, is gewoon, het dan wordt het eigenlijk een product. Ja, want nogmaals, haal je seks uit dat duurzame relatie, uit het huwelijk. dan zie je zoals je ziet. Abortussen, je ziet scheidingen, je ziet ongeweste kinderen, je ziet psychische trauma's die worden doorgegeven aan drie, vier generaties. Ja, en je ziet ook een rush, wat, waar, waar, je, waar je straks wat meer over gaat vertellen bij uh, Sue Johnson: dat het dus gaat om die, om die rush, om die sensatie, om die piek. Eigenlijk niet om het samen zijn, nee. maar om het, een soort wedstrijd voor binnen in jezelf om ja. naar die eindstreep te gaan. Ja, Jordan Peterson zegt: in ieder die casual seks doet, is een psychopaat omdat je constant op zoek bent ja, naar die dopamine shots. Ja, je je zit constant zoek. in ja, je limbische Je spraai. zit in een red race. Ja. Daarnaast als je seks als goedkoop beschouwt, dat maakt dat je de ander als goedkoop beschouwt en ook jezelf. Precies. En onderzoek laat ook nog eens zien dat hoe meer seks jij hebt voor het huwelijk, dus hop 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 hop, hop Hoppend, ja, vooral dat jouw kans dat je relatie strand groter is en dat je vreemdgaan groter omdat is. Omdat je het kijk het Patronen zijn hardnekkig. Mm. Dus als je patronen hebt van vaker um, veel en met verschillende, dan blijf je dat patroon houden. En als je ervan af wil, moet je echt moeite doen. Het lukt, maar dan moet je daar je focus op leggen. Ja. Leugen nummer drie. Seks is alleen voor mijn eigen plezier. En dat is precies wat al deze tantra-coaches je willen wijsmaken. En Sex in the City en al die films. Maar seks is. Voor de voortplanting, enerzijds, om ons soort voor te zetten. En anderzijds, dat is om je liefde te uiten voor de partner met wie je oud wil worden. Connectie. Voor die verbinding. Ja. En seks heeft dus ook communicatie nodig, oefening nodig. om zo samen te groeien. Want de man is er om de vrouw te plezieren. en andersom. En samen leer je elkaar steeds beter kennen. En sexual compatibility, ik weet het in het Nederlands even niet. Dat is niet het resultaat van one night stands. Sexual compatibility krijg je. Dat is het resultaat van liefde, begrip en oefening. En dus is het niet raar dat heel veel vrouwen niet klaarkomen bij casual seks. Nee, want dan die spanning is hoog ten eerste. Je kan je niet ontspannen, want alles is nieuw en je wil het goed doen en uh, je kan jezelf niet zijn. Je bent te kwetsbaar eigenlijk. Uh, en dan, als, dan gaat het of op slot. En dan gaat er niks gebeuren. Dan gaat er alleen spanning komen. Nee, dus en nog, pijn eigenlijk. Ja, dus zo. heel vaak wordt er gezegd: ja, je moet wel seks hebben voordat je met iemand gaat. Want je moet een soort van testdrive ja, doen. Ja. Maar lieve mensen, wij zijn geen auto's. Auto's hebben namelijk oh ja. geen hormonen. Ja, wij wel. wel. Ja, dat was het. Verschil, wij ja. wel. Goede seks komt niet door een testdrive te doen. Nogmaals goeie seks komt vanuit verbinding. Het is eigenlijk seks met verbinding, want ja. Want als je heel veel weer heel veel seks hebt, kun je het misschien ook weer heel, heel goed, maar dan heb je je er een beroep van gemaakt. Ja, dan dat is een ander verhaal. anders. Ja. Leugen nummer vier is: seks is vies en je moet je ervoor schamen. Nou, helaas is dat ook een trend wat uit de kerk is gekomen. Katholieke kerk, hè, die heeft het celibaat in het leven ja, geroepen, was, ja. was niet, en, goeds, uh, niet goed, goed wil inderdaad. Um, en seks is dus vies en moet je voor schamen? Nee, seks is gemaakt nogmaals om nieuw leven voor te brengen, want dat is een wonder. En nogmaals, het is de kers op de taart van je relatie. Want het brengt die diepere laag van verbinding bij koppels. En dat gebeurt alleen binnen die monogame duurzame relatie. Dus, als een Eveline Stallaert zegt dat ze zich zorgen maakt dat deze trend... Uh, nog steeds groter wordt. Ja, 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 ja. Maar dat is dan in het extreme dat iedereen op zijn eigen berg gaat zitten en zegt we komen er lekker niet meer af. Maar ja. dat is natuurlijk niet het beeld. Nee, want nogmaals, mm, we doen detoxen doen we allemaal op het gebied van eten, internet, werk, sabbatical. Maar als we dan besluiten om even geen seks te hebben, dan zou dat niet goed voor ons zijn. Want zegt Evelien, het seks is gezond. Het verzorg je. Immuunsysteem, dat je blij bent, bla bla bla. Want ze vindt het zorgelijk en ze vinden het belangrijk dat mensen een gezonde seksuele ontwikkeling doormaken, zichzelf ontdekken met de rest van de samenleving. Reactie, Jeremy, <laughs> Volgens mij ben ik al uitgeklopt, maar uh, nee, is het eigenlijk wel goed. Het is iedereen en dat uh, moet je ook bij ons bij oppassen. Ik ga geen namen noemen, maar inderdaad, het uh, op een eilandje zitten en in je eigen mantra's constant herhalen. Ik had, Nee, maar dat is wel de trend. Kijk, ik bedoel, net zoals wat ze zegt, klopt hè. Voor dat er zogenaamd health benefits zijn en dat soort ja. dingen. Bijvoorbeeld, laat ik het cardiovasculaire nemen, wat daar ook toevallig die studie over was. Als je meer dan wordt je cardiovasculaire systeem ook beter. Dus het is uiteindelijk, is het, is het, ja, het helpt. Maar er zijn ook nog potentieel alternatieven uh, die ertoe doen. Um, wat ik er wel nog bij wil zeggen, is dat ik altijd wel merk bij dit soort onderwerpen is dat het met name vooral gaat uit het, de, 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 uit het oog van de vrouw. Mm -hmm. Dus aan de andere kant kun je namelijk ook zeggen is van de, dat seksuoloog zegt dus van ja ontwikkeling ontspanning ofwel ont, ontdekken et cetera. Aan de andere kant heb je studies mm -hmm. die claimen dat als het gaat om seksuele interacties dat het vrouwen daar meer schade aan blijken ja. te hebben ja. dan dat mannen hebben. Dus de ja, mannelijke invalshoek wordt een klein beetje altijd genegeerd in dit geval. Want het hele, het is ook weer dus, het celibaat dat mannen zeg maar uh, nofap doen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Of uh, men go their own way, wat bijvoorbeeld een rap, een film -rapper. Daar hoor ik ze niet over in het nieuws hoor. Als de man dat doet, hoor ik niet op. Nu zijn vrouwen die het doen, oh, er is opeens iets aan de hand. Dus het vrouwelijk perspectief leidt nog steeds in de maatschappij constant. In plaats gewoon van het menselijk perspectief, wat goed is voor beide. Um, ik denk dat vrouwen ook van hun hart geen moord kan maken. Dus standaard gewoon alles willen delen met elkaar ja. en vertellen ja, dus en dat praten is de reden en erover hebben. Steeds en doen. daardoor zal het misschien ook steeds meer in, in het nieuws komen of op tafel komen. Nou, dat is, nee, is niet helemaal waar, want er is ook over Argos een aflevering gemaakt over de Red Pill en daar komt mm -hmm. Rollo in voor, et cetera. Mm -hmm. Er wordt niet met die mensen gecommuniceerd, want dat zie ik ook in de Red Pill beweging. De, 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 de conservatieven communiceren niet met die mensen. Nee, die worden niet uitgenodigd. Worden niet uitgenodigd. Wat je ja, ziet, er ja. is alleen maar een stigmatisering vanuit elke invalshoek. Van, als je dit doet, is dat slecht. Als je... Dus ik zou zeggen, mensen, al deze informatie, probeer het een beetje te extraheren en kijken eens van, is best practice? In de zin van, wat werkt uiteindelijk het best? Als jij dus iemand bent geweest, dan ga ik gewoon heel erg genuanceerd naar zeggen, die constant op de een uh, hop, 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 probeer dan een andere strategie, want blijkbaar werkt het niet voor je. Helaas is het wel zo, dat vaak hebben we keuzes gemaakt die consequenties met zich meedragen, dus die moet je wel gewoon mee dealen. Dus ja, je, wil, je bent vrij geweest met je leven, oké, okay, leuk. Deal ook met de consequenties dat je misschien nu potentieel geen partner vindt. Dat betekent niet dat je het niet kan vinden, maar hou er wel rekening mee... Is, is dat je misschien jezelf al zoveel schade hebt toegebracht, zodat het heel lastig wordt. Dus dat Om betekent je dat winnen, je, heel ja. anders in je heel anders moet gaan denken. En dan heeft het hele celibatair leven, wat dus nu de zogenaamde trend is... omdat mm -hmm. vrouwen dating fatigue hebben... Kijk, waar, nou, het, om, waar ja. het om gaat is dat uh, wij zeggen, Evelien, wie dan ook zegt, voor een vrouw is het beter om in de datingfase de seks zo lang ja. mogelijk uit te stellen, omdat de, de vrouw vanwege de, de negatieve Goed, terugslag, voor, exact, als je verder gaat, voor vrouwen. Dus alles bij elkaar is het dus handig dat deze vrouwen nu hebben gezegd van. Ik ga niet meer losbandig zijn. Ik ga niet meer mijn lichaam zomaar geven. Dan denk ik, dames, top. Hoera. Houden zo. Hoera. Ja. Want er komt nu eindelijk een tegenbeweging van... Alles kan, alles moet, alles voelt goed. Alles is ergens... Uh... En het is allemaal zonder consequenties. Ja. Dat is wat mij het meeste stoort. Hè? Want... En die zijn er gewoon wel. En er zijn consequenties. Sterker nog, Jordan Peterson zegt... En ieder die aan casual seks doet, is een psychopaat omdat hij constant op zoek is naar die dopamine shot. En... Ja, maar dan zal theoretisch iedereen psychopaat zijn. Als je het ver... daar, daar waren ook heel veel mensen waar het ook niet met Jordan Peterson eens. Afhankelijk van de definitie. Nee, van hij noemt het natuurlijk is. een groot woord, hè. Maar het, 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 ik, ik, heb wel, ik ken wel echt snap, mensen kijk, die, die als... hoppen. Maar die kunnen zich niet meer binnen. Die krijgen op een gegeven moment kla, klacht, mentale klachten. Er, er was wel iets als je de definitie, want dit hadden we al eerder besproken: van psychopaat erbij pakt. Dan is er wel een. Verwoording um, die kan insuleren dat mm -hmm. inderdaad het heeft te maken met het gedrag, wat die mensen dus toepassen als een one head stand in het geval hebben. Maar in de retoriek, volgens mij, als jij gewoon nu in Google zegt: een psychopaat, dan is het ja, iemand ja. die bewust ja. iemand anders pijn wil doen, was ja. een van de kenmerken. Mm. Als je twee volwassenen mensen hebt die allebei besluiten, losstaan van wat voor potentiële consequenties het heeft, vrijwillig met elkaar naar bed te gaan, mm -hmm. is het vanuit die invalshoek dan, dat ik het zo zeggen, geen psychopaat. Dus je moet nee, dus, maar het, dus, het, het gaat erom, ga je over de rug van een ander die, 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 die shot proberen te krijgen. Ja, maar die en, rush. En, en de vraag is: maar dat is een bewuste actie. Maar als jij dus ja. onbewust, want, dat is, want mensen denken, uh, ja, ze horen het en ze doen het maar. En dan komen ze achteraf dat het toch misschien niet zo handig was. Wat mm -hmm. misschien bij dit soort vrouwen in dit geval aan de hand ja. is. Maar dan maakt ze geen psychopaat. Het psychopaat is, zeg maar, denk ik in ieder geval het bewuste achter. van dat je weet van ik doe iemand pijn, maar ik doe het anyway. Nou, ik denk dat er heel veel uh, mannen en dus nu ook vrouwen bewust gewoon gebruik maken van het lichaam van de ander. Voor ja, hun eigen. Hit. Voor hun eigen, eigen plezier. Dus ja, ja, maar het is ook omdat het dus wordt aangeleerd is van ja, dat, omdat het, dat normaal dat is het derde zijn. punt, want het is casual, het is als of het tweede punt als tennis. Dus is, dan is het weer de vraag van is het echt een bewust iets of is het een onderbewust iets of is het een vorm van dit is wat je is wijsgemaakt? Losstaan van wat uiteindelijk de consequenties zijn. Ik denk dat mensen niet eens zo heel bewust of onbewust iets doen. Nee, ik denk dus dat ik ze denk achteraf pas in de gaat. De, 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 de en, en je wil het ook het niet doen weten. Zonder bewust. Ja. ja, wat dat betreft. Maar nou ja, het, uh, en je gaat er ook niet naartoe. Dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want dan moet je afhaken en dat wil je niet. Dus, dus het is ook zo dat je die bewustzijn, denk ik, niet eens opzoekt. Nee. Ja, maar het is zeg maar hetzelfde als en het en is casual gemaakt, dat wordt gesteld. En het derde punt is van het is voor eigen plezier. Dat. Um, dat je nog niet gehad volgens mij ja. of, wel. Oh, ja. Ja. of eigen plezier zeg maar waardoor het zeg maar gewoon uh, um, allemaal heel erg korte termijn denken is ja. en ja. Uiteindelijk... nogmaals dat is die dopamine shots van mijn plezier ik heb die ontlading nodig hit ja. en dat is dat psychopatische erachter. want je hebt steeds meer en steeds groter nodig exact. ik wil naar afsluiten met onze grote vriendin klinisch psycholoog en relatietherapeut Sue Johnson ja. Want alles begint bij een sterke emotionele verbondenheid, zegt zij. Want emotionele verbondenheid leidt tot goede seks. Wat weer leidt tot een diepere emotionele verbinding. Ja. En dat leidt dus weer tot je gelukkig voelen en gelukkig zijn als mens. En dat kan dus alleen binnen een duurzame relatie. Binnen een one-night stand ga je dit nee, gaat dat niet, niet opbouwen. Nee. Dat, dat je kunt niet zo snel, als mens kun je niet zo snel de diepte ingaan met elkaar binnen één uh, ontmoeting. Nee. Ik weet ook niet helemaal of ik het met haar eens ben hoor. En, uh, ik denk dat dit zeg maar best practice is. In de zin van dit heb je een, je hebt een grotere, laat ik het zo zeggen. Je hebt een grotere waarschijnlijkheid als je het op deze manier doet, ja. is dat je in de lange termijn meer gelukkige momenten hebt. Dan als je alleen maar hopt. Omdat ja. het heel kort van dien is. En dat andere heeft iets meer context en iets meer meerwaarde, waardoor het langer doorgaat. Maar tegelijkertijd zie je dus ook, en dat is namelijk de hele essentie van het leven: is, het is ups en downs. Het hoeft niet grote ups en downs te zijn, maar er komen momenten aan dat je, je misschien je niet zo gelukkig voelt omdat het leven dat nou eenmaal van je vraagt. Dus de hele annotatie van dat het... komt. Daarom zeg ik dat ik het niet helemaal mee eens ben. Er wordt maar, men, iedereen of tenminste veel gurus, therapeuten, whatever... proberen nog steeds indirect te zeggen van: als je dit doet, dan word je gelukkig. Als je dit doet, dan word je gelukkig. Het zal gelukkig zijn helemaal niet het freaking einddoel moet zijn. Als jij, wat Jordan nee, dat Peterson is een, ook, is een Jordan Peterson ook zegt, is van: ja. heb een meaningful life, heb een purpose, ja. zeg maar, ja. en dan. Dat geluk dat daar komt daaruit voort. Ja. Ja. Precies. Dat komt maar daaruit voort. Maar het is niet voort. het doel op zich. Want het ga, nee. dat, is de, de, ja, dat is niet de reden van uh, ons bestaan. Gelukkig worden. Nee. Hè? Zeker niet van ons brein. Nee, daarom. Uh, ook belangrijk om te beseffen. Nogmaals voor al die seksuele tantra -guru's, Seks is geen biologische drift. Zoals slaap en honger. Uh, als in, het is geen basale levensbehoefte. Want als je niet eet of drinkt, dan ga je op een gegeven moment dood. Als je geen seks hebt. Ga je niet dood ervan? Nee, het is wel, wel hele fijne energie. Exact. En we hebben het nodig om voor te planten. Maar als je het niet hebt, ga je er niet dood aan. Nee. In tegenstelling tot eten, drinken, licht, et cetera. Tot slot dan de drie soorten seks die Sue beschrijft. Want mm -hmm. dit, dit is super belangrijk. Geïsoleerde seks. Ja, is, in je eentje. Dat is seks om de spanning op te heffen. Ja. Het als prestatie een orgasme. Ontlading, Ontlading ja. inderdaad. Um, dit zie je vaak bij mensen die zich niet helemaal openstellen voor hun partner. Moeite hebben met vertrouwen. Daardoor ja. ontbreekt de emotionele betrokkenheid. Ja. De, um, en is vaak van korte duur. De tweede soort seks is troostseks. Hmm. Dat is seks om te verzekeren dat je wordt gewaardeerd en wordt begeerd. Ook de, een enorme bek. Uh, angst bed, hè, voor bed. het verlies komt er allemaal bij kijken. Um, en tot slot, synchrone seks. En dat is de beste seks, want dat gaat om. Emotionele openheid, ontvankelijkheid, van beide kanten. tedere aanraking en erotische verkenning. Dat is seks die vervult, bevredigt en verbindt. En met dat mooie, ja. uh, die mooie uitleg van... Maak zo, er een mooi weekend van. <laughs> Johnson, <laughs> inderdaad. Willen wij jullie, lieve kijker en luisteraar, meegeven dat ja, seks is gezond. Je kunt er vele voordelen van uithalen binnen een monogame duurzame relatie wat huwelijk heet of samenwonen heet. Haal je dat uit die context, haal je seks uit je duurzame relatie... dan is het een product geworden. Dan is het een product geworden en dan heeft het een bijsluiter met ja. heel veel ja. bijwerkingen. Ja, met heel veel bijwerkingen. En die Mooi bijwerkingen bedoel. zijn ja. niet goed voor ons. Nee. En nogmaals, daar kun je tegenin gaan, maar de cijfers liggen er. Nee. Niet en in het begin merk je er misschien nog niet zoveel van, maar op een gegeven moment zit je toch in je eentje op de bank. En dat je denkt: er is iets, ik voel me niet oké. Okay. Ja. Dus zijn wij blij met deze nieuwe beweging? Trend? Uh, nou, ik vind het een hele mooie tegenhanger van de casual sex. En dat het normaal is. En dat het ook normaal is om. Uh, niet eens te vragen met wie en hoe of wat. maar dat we het doen. En daarna zien we wel weer. En vooral er is geen morgen. Dat vind ik een mooie tegenbeweging van deze. Om even stil te staan en te zeggen: nee, laten we eerst gewoon met elkaar gaan connecten. Verbinden, contact maken. En dan kijken we wel weer verder. Ja, ja. Jeremy, nog aanvullingen? Uh... Nee, ik denk tegenbeweging vind ik wel goed. Gewoon om even, gewoon net even iets die andere kant te laten horen. Om, het, om in ieder geval meer mensen... Want als je twee extremen hebt, dan hoop ik dat mensen iets meer richting de nuance gaan. Mm -hmm. En zowel voor de man als de vrouw uh, die daten, zou ik eigenlijk gewoon zeggen is van... Uh, je herkent een boom aan zijn vruchten. Of haar vruchten, ik weet niet wat de zo precies is. Maar dus... Wat ik al eerder zei, let erop is van, is het echt een, net zoals bijvoorbeeld vaste of, of detox. Of, mm -hmm. Al die methodieken om jezelf weer een reset te geven van, ja. ik wil iets nieuws of ik ga een nieuwe koers in. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens cliënten die dan gewoon wij zijn gewoon gestopt met alcohol omdat ze denken van het heeft toch geen voordelen meer. is een voorbeeld, maar let er dus gewoon heel erg goed op, is het inderdaad echt vanuit een nieuwe overtuiging? En dat je erkent van, hey, er is echt iets niet goed voor mijn welzijn of voor mijn gehele vitaliteit, omdat ik op deze manier heb geleefd en dat wil ik meegeven. En dat uitzicht namelijk ook in ander gedrag. Mm -hmm. um, of is het inderdaad datingfatigue? En dat geldt en dit is meer een vrouwenissue dan een mannen issue. Um, en dan is het niet oprecht, wil ik ermee zeggen. Well, is omdat als yeah. het een datingfatigue zal zijn, wat ook wel, wel klopt misschien. Maar als het echt is van, ik ga daarna weer terug in actie en ik doe mijn oude patronen, dan heb je niks aan het Dan heb je er actie. niks aan gehad, nee. gehad nee. inderdaad. En dat nee. laat zich dus zien in het gedrag. Ja, en ja. Dat dus eigenlijk volgende... uh, een week niet, of een maand niet drinken en daarna klemzuipen. Nou ja, precies dat. Ja. Dan heeft, dan heeft, wat heeft dat maand niet drinken dan voor nut gehad in ja. dat opzicht? Exact, exact. Dus, lieve kijker en luisteraar, nogmaals, celibat, celibat leven is nooit de bedoeling geweest voor de mensheid. Als je in een ...relatie geen seks meer hebt... ...dan zul je erover moeten praten. Want het heeft gevolgen voor je relatie. Um, ga niet mee met de leugens... ...van deze maatschappij. Namelijk dat seks niks meer is dan een gewone handeling. Ja. En weet dat als je... ...seks loskoppelt van liefde... ...en monogamie en een duurzame relatie... ...dan kom je dus terecht... ...in een pool van... ...soa's, scheidingen... ...abortussen... Uh, ...mentale tegenslagen... Het leegte. Nou, denk je, hé, hey, ik wil eigenlijk hier best wel over doorpraten. Ik wil je hulp bij. Dat kan, hè? Ga naar onze website justmatch.com. Neem contact met ons op, want wij begeleiden jou in dit proces om jou weer terug te brengen naar hoe kun je wel gezonde relaties aangaan. Want dat is wat we willen. Ieder mens wil gezien, gehoord, geliefd en bemind worden. Mm -hmm. Maar dat kan alleen als je zelf de juiste keuzes maakt. Mooi dus, gesproken, Emmy. Thank you, thank you, lieve kijker, lieve luisteraar. Um, we willen het hierbij laten. Ik zeg aan jullie, Mabel, en dank je wel. Ja. Voor jullie lieve kijker en luisteraar willen jullie zo lief zijn om op die abonneerknop te drukken, want dat helpt ons natuurlijk. En vergeet ook vooral niet om een comment achter te laten. En als je zegt, nou, ik wil graag dat jullie volgende keer dit onderwerp bespreken, dat kan allemaal. En voor nu zeg ik uh, dank je wel en tot de volgende keer.